Kun je eigenlijk eens in hun beeld zeggen, waar situeren we ons in de tijdsas? En ziet je nog zitten met waar je bezig bent? Ziet je nog zitten? Vandaag, 2 juli ongeveer. We zijn nu bezig met het ontwerp voor de Ducaten, als aandenken. Wow, waar zitten we? Waar zijn we? Wat aandenken? Het aandenken voor bivak 2002 in Moelingen. Moelingen was het tegen. Morgen gaan we die Ducat laten maken. En daar komt... Je hoopt op tijd af te grijpen. Ja, dat hoop ik toch. Ja. Daar komt een doodskopje op en dan zijn we nu een beetje... We hebben iets luchtig van internet afgehaald. We proberen nu een beetje bij te werken. Dat is niet makkelijk natuurlijk. Niet makkelijk. Niet meer zo wil, hè. Nou, het is werk in de winkel, zie ik. Ja. Een beetje zo, een beetje vullen eigenlijk, dus dat kan eigenlijk iedereen, hoor. Maar je kunt wel goed doen alsof je professioneel bezig bent. Ik heb daar wel over gestudeerd, kerel. Ja, ja, ja. Ik heb tekenschool gevolgd. Echt, om het op te noemen eigenlijk allemaal. Maar succes dan, hè. Ja, dan moet je nog zo'n beetje veel aan brengen, hè. Dat ik een echt creatie. Daar zit je nu mee bezig, zie ik. Zie je dat rondjes nog een beetje maken. Hoppa. Ik zie dat het, ja. Voilà. Nog een beetje misschien. Voilà. Zet je ook al eens op het idee komen om soms te schrijven? Of zet je van bouwen als zelfs computer hangt? Nee, dat is een beetje spanning kunnen houden, hè. Ja. Dus ook risicofactor. Dus eerst alles zoals het af is en dan proberen we te schrijven. Meestal loopt dat dan de eerste keer. Ja, ja. En dan doen we dat de tweede keer. De tweede keer is zeker als goed als de eerste keer.